In dit filmpje gaan we het voor het eerst hebben over het aanbod. Eerder hebben we het al gehad over de vraag, over hoe je vraaglijnen tekent, wat er met de vraag naar goederen of diensten gebeurt als je de prijs gaat veranderen. Nou, in dit filmpje maken we een begin met het aanbod. En als we over aanbod spreken, dan hebben we het over het aanbod van goederen of diensten door een producent. Want al die goederen die wij als consument willen consumeren, dus willen kopen, die zullen natuurlijk ook aangeboden moeten worden door iemand en gemaakt moeten worden. Nou, dat is de producent en daar gaan we dus in dit filmpje verder over hebben. Laten we beginnen met de wet van het aanbod. Wat is die wet? Nou, het heeft weer te maken met een verandering in de prijs. Dus stel dat wij de prijs van een bepaald goed gaan verhogen, wat gebeurt er dan met de aangeboden hoeveelheid? Nou, de aangeboden hoeveelheid zal ook stijgen. Dus de aangeboden hoeveelheid, dus niet de gevraagde hoeveelheid, maar in ieder geval de aangeboden hoeveelheid, dus hoeveel producten de producent op de markt brengt, nou, die zal ook omhoog gaan. Nou, waarom zou dat nou zo zijn? Bij een hele lage prijs, dus stel dat een producent een hele lage prijs voor zijn product kan krijgen, is het er niet waard om een product te produceren. En dus zal de producent zeggen, ik ga dit niet doen, want ik kan hier of geen winst of heel weinig winst mee behalen. En hoe hoger die prijs eigenlijk is, hoe interessanter het is voor een producent om zijn product op de markt te brengen. Omdat hij dan een beetje winst kan maken of in ieder geval al zijn kosten eruit kan halen. Dus hoe hoger die prijs is, hoe meer een ondernemer, een producent zijn producten zal gaan aanbieden. Want het wordt steeds rendabeler, steeds interessanter om zijn producten op de markt te brengen. En die hoeveelheid wordt dus groter naarmate de prijs stijgt. Nou, omgekeerd kunnen we natuurlijk ook zeggen, als de prijs van een product gaat dalen, dan zal ook de aangeboden hoeveelheid gaan dalen. Want het wordt steeds minder interessant in dat geval voor een producent om zijn product aan te bieden. En er komt een bepaald punt dat hij helemaal zijn producten niet meer wil aanbieden, omdat de prijs dan zo laag is dat hij geen winst meer zou kunnen maken. Nou, en als hij geen winst meer zou kunnen maken, dan heeft het voor een commercieel bedrijf, een bedrijf dat geld wil verdienen, ook geen zin om producten aan te bieden. Nou, dat is de wet van het aanbod. Je ziet, hij is iets anders dan de wet van de vraag, want daar hadden we een negatief verband. Als de prijs omhoog ging, ging de aangeboden of de gevraagde hoeveelheid natuurlijk omlaag. Hier zien we een positief verband. Bij een prijsstijging stijgt de aangeboden hoeveelheid. Bij een prijsdaling daalt de aangeboden hoeveelheid. Nou, net als bij de vraag kunnen wij ook hier naar een bepaald product gaan kijken. En we houden even hetzelfde product als in de filmpjes over de vraag, namelijk ossenworst. En ook hier kunnen wij een aanbodfunctie gaan maken. Dus in plaats van een vraagfunctie begon met QV, namelijk de hoeveelheid, daar staat de Q voor. En de V van vraag, hier krijgen we QA. En die A staat natuurlijk voor het aanbod. Nou, de formule die ik in dit voorbeeld gebruik is 2B min 2. En als het goed is, valt je gelijk al een verschil op met de vraagfunctie. Die begon namelijk met een negatieve richtingscoëfficiënt of een negatief hellingsgetal. Daar hadden wij min 2p plus 6 en hier zien we plus 2p en dan min 2 in dit geval. Nou, dat heeft consequenties voor het verloop van de aanbodlijn, want bij een positieve richtingscoëfficiënt krijgen we dus een lijn die omhoog loopt. En in tegenstelling tot de vraaglijn die juist omlaag gaat. Nou, dat zullen we zo direct zien als we de vraaglijn gaan tekenen. Voor nu maken we eerst, net als bij de vraaglijn, even een tabelletje. Nou, dat tabelletje heeft twee kolommen, namelijk de prijs en natuurlijk de aangeboden hoeveelheid. Nou, stel dat wij een prijs van 0 hanteren, hoeveel wordt er hier dan aangeboden? Dat is wel gelijk even een goed voorbeeld. Dan krijg je 2 keer 0 is 0, min 2 is min 2. Nou, wat leerlingen soms doen als ze een dergelijke opgave in het boek krijgen, die gaan dan inderdaad ook in de tabel een aanbod van min 2 neerzetten. Nou, bij wiskunde kan het inderdaad dat jij een lineaire formule gebruikt en dat jij dan in een tabelletje min 2 zet. Maar bij economie komt er ook nog even wat logisch verstand bij kijken, want een aangeboden hoeveelheid kan helemaal niet negatief zijn. Je kunt moeilijk zeggen, ik heb als bedrijf, bied ik min 2 producten aan of ik verkoop min 2 producten. Dus wat doen we? Die min 2 halen we weg en we zetten hier gewoon een 0 neer.
ook al krijg je uit de formule min 2. Nou, pakken we een andere prijs, een prijs van 1 euro in dit geval, dan krijgen we gelijk al een hoeveelheid van ook weer precies 0, want je krijgt 2 keer 1 is 2, min 2 is 0. En zo kunnen we de rest van de tabel ook in gaan vullen. Laten we nog even een aantal prijzen pakken. Een prijs van 2, 3 en 4. En als je die invult in de formule 2p min 2, dan krijg je uiteindelijk een aanbod van 2, een aanbod van 4 en een aanbod van 6. Nou, laten we dit tabelletje even om gaan zetten in een grafiek. Daarvoor moeten we even een assenstelsel tekenen met een verticale as en een horizontale as. Net als bij de vraaglijn komt hier de prijs ook weer bij de verticale as. En nu niet de vraag hier, maar het aanbod. Nou, zetten we ook weer even een aantal getallen. We nemen even dezelfde stapgrootte als in het voorbeeld over de vraag. En dat doe ik bewust omdat ik later de vraag- en aanbodlijnen wil gaan samenvoegen. Maar dat volgt in een volgend filmpje. 2,50. 3. Deze even iets groter maken. Dan gaan we die even weg. Hier de 3,50. En uiteindelijk bovenaan de 4. Nou, de hoeveelheid nemen we stapjes van 1. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Pakken we 7 er ook nog even bij. Nou, en dan kunnen we al deze punten van de tabel in dit assenstelsel gaan zetten. Het eerste punt is een prijs van 0, is ook een aanbod van 0. Eigenlijk min 2, dus deze kunnen we niet gebruiken. Bij een prijs van 1 zien we een aanbod van 0. Dus hier is eigenlijk het snijpunt met de verticale as, bij een prijs van 1. Want dan komt er echt 0 uit als aangeboden hoeveelheid. Bij een prijs van 2 gaan we gelijk al naar de 2 toe als aangeboden hoeveelheid. Dus we kunnen hier een punt neerzetten. Bij een prijs van 3 hebben we 4. Dus ook daar zetten we hier even een punt neer. Het even heel precies zijn. En bij een prijs van 4 euro hadden wij een aanbod van 6. Dus daar kunnen we dit punt neerzetten. Nou, natuurlijk kun je nu de lijnen met elkaar gaan verbinden. Dat zullen we ook even gaan doen. En dan krijgen wij deze aanbodlijn. Nou, net als bij het tekenen van een vraaglijn is dit best wel omslachtig. Best wel veel werk als jij eerst een hele tabel moet maken en vervolgens die aanbodlijn in dit geval te kunnen gaan tekenen. Kan dat nou niet anders? Nou, dat kan, want je hebt eigenlijk maar 2 punten nodig om je aanbodlijn te tekenen. De eerste stap die je neemt is jezelf de vraag stellen: welke prijs vul je in de aanbodfunctie? Dus welke prijs vul ik in om een QA, dus om een aanbod van 0 te krijgen? Nou, daarvoor kijk je naar je aanbodfunctie. En die aanbodfunctie is 2p min 2. Dus je weet dat dit stukje iets min 2 moet uitkomen op 0. Nou, dan moet dat iets natuurlijk 2 zijn. Nou, wat moet ik dan invullen voor p? Natuurlijk 2 keer 1, want dan krijg ik 2 min 2 is 0. Dus bij een prijs van 1 heb ik dan een aanbod van 0. Nou, dat is het snijpunt met de verticale as. Dat is eigenlijk je beginpunt van jouw aanbodlijn. Stap 2 is eigenlijk een stuk makkelijker bij de aanbodlijn. Dat is: vul een willekeurige p in. Dus vul een prijs in jouw aanbodfunctie, dus in deze formule, die hoger ligt dan de prijs die je net hebt gevonden. Dan de prijs van stap 1. Dus je moet eigenlijk gewoon een prijs invullen die hoger ligt dan deze 1. Bijvoorbeeld een prijs van 2. Nou, als je dat doet, dan krijg je 2 keer 2 is 4 min 2. Dan heb je een aanbod van 2 bij een prijs van 2. En dan kun je dit punt hier ook gaan tekenen in jouw grafiek. Dan heb je 2 punten en het enige wat je dan nog hoeft te doen is deze 2 lijnen met elkaar verbinden en in een rechte lijn doortrekken. Ook dan heb je een goede aanbodlijn. Nou, dat kan je een hoop tijd schelen als je het op die manier doet.
En daarnaast weet je ook niet altijd, als je een tabel gaat tekenen, welke waarde voor P jij moet invullen. Nou, als je deze eerste stap neemt, dan weet je gelijk voor welke prijs jouw aanbod nul is en waar jij eigenlijk moet beginnen in jouw tabel. Nou, en vervolgens vul je dus een prijs in die hoger ligt dan de prijs die je bij stap 1 hebt gevonden. Dus die moet hoger zijn dan jouw startpunt hier op de verticale as. En aan deze aanbodlijn kunnen we nu dus ook zien dat die wet van het aanbod, dat het klopt. Want als we de prijs gaan verhogen, bijvoorbeeld hier van 1 naar 2, dan zien we ook dat het aanbod van 0 naar 2 verschuift. En we zien dus dat het punt op deze aanbodlijn die verschuift door een prijsverandering. Omgekeerd, als we de prijs gaan verlagen, bijvoorbeeld van 3 naar 2, dan zien we dat ook het aanbod daalt van 4 naar 2. En met die aanbodlijn gebeurt zelf dus helemaal niets, alleen het punt op die aanbodlijn verandert onder invloed van een prijsverandering. Nou, in het volgende filmpje gaan we kijken naar factoren die van invloed zijn op die aanbodlijn, die ervoor zorgen dat die hele aanbodlijn naar rechts of naar links verschuift. Dus dat bij elke prijs het aanbod meer of minder wordt. Maar dat doen we in het volgende filmpje.